In december komt de dansvoorstelling Peter en de Wolf naar Antwerpen. Peter en de Wolf is een klassiek sprookje van Prokofjev. De show loopt nu op Broadway in New York en wordt daar geregisseerd door een Vlaamse, Anne Geenen. Zij heeft Peter van den Begin gevraagd om in ons land de rol van de verteller op zich te nemen. En dus trokken Peter en zijn tienen naar Ginder om kennis te maken met de Amerikaanse cast. New York on Sunday, big city, taking a nap. Ik kreeg plotseling een telefoon van Anne, die mij een heel enthousiast verhaal vertelde over Peter en de Wolf. En het gekke is, Vlaanderen is natuurlijk zo een dorp, hè, dus ondertussen denk je wel iedereen te kennen. Wel, hè? Maar dat was niet het geval. Ik had van Anne nog nooit gehoord. En toen vertelde ze dat de voorstelling al in Carré in Amsterdam had gestaan. Hallo. En in Londen en nu in New York. Dus ik had zoiets van, zo, wow. Ik vind, als ik Peter zie, zowel live als op televisie als op het witte doek, is hij altijd anders. Ik heb nooit het gevoel dat een vorige rol van hem is blijven kleven aan zijn persoonlijkheid, zodanig dat de nieuwe rol niet meer geloofwaardig is. En daar zoek ik naar. En toen zei ze van, ja, ik zou heel graag hebben dat je de verteller speelt in de voorstelling in Antwerpen tijdens de kerst. En toen voegde ze eraan toe, en je kunt komen kijken in New York, want we spelen dan in New York. Ja, en dan heb ik snel gezegd van, ja, het is goed, ik doe het. Het is 10 jaar geleden dat ik hier nog geweest ben in New York. De Twin Towers stonden er nog toen. En ja, ik vond de stad toen al zeer, zeer fascinerend. Zo, die drukte. En ben hier ook een aantal voorstellingen gaan kijken toen met Tine. En toen had ik reeds het idee van elk jaar zeker op zijn minst 1 week te proberen om hier terug naar New York te komen. Dat is sindsdien niet gelukt. Dus bij deze is het zeer fijn om toch na 10 jaar terug te keren naar New York op uitnodiging van Anne om hier naar de voorstelling van Peter en de Wolf te komen kijken. Het stuk is geschreven door Prokofjev in 1936. En het blijkt nog steeds het meest populaire klassieke meesterwerk. Dus dat is wel bijzonder, want zelfs als mensen denken, ik ken Peter en de Wolf niet, als je dan dat deuntje van Peter neuriet, dan zeggen ze, ah, jawel, dat ken ik wel. Hallo, hallo, hallo. Open the gate into the big green meadow. Klassiek is het eigenlijk het verhaal van Peter en de Wolf. Dat duurt een half uur. Maar zij heeft er echt een voorstelling, een dansvoorstelling van gemaakt. En zij heeft de rechten gekregen of de toelating gekregen van de erven van Prokofjev om eigenlijk een prequel te maken. Show me a wolf and I'll teach you a few tricks, dear Peter. Ik had de voorstelling natuurlijk al een paar keer gezien op DVD om ongeveer toch te weten wat het inhield. Maar het is natuurlijk zeer prettig om het hier live te komen bekijken. En dat helpt wel, denk ik, om nu de komende weken zo me voor te bereiden op de rol. Hi. 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 Mama, you're so tall. Yes, yes, I'm really tall. But you all look taller on stage than I see. Yeah. Ik vind het belangrijk dat hij ook de cast zou ontmoeten zo snel mogelijk. Omdat voor hen is het motiverend om weer met iemand anders te gaan werken. En om daar een gezicht bij te kunnen plakken. En ten tweede is het voor hem heel prettig, want ze supporten elkaar heel erg op het toneel. Dus die band tussen dansers en verteller is heel erg close. De vertellers waren in de eerste plaats was dat Edwin Rutte, ook wel bekend als Ome Willem. Nee, dat is een vuist op. Die man. Het verhaal van Peter en de. En de Wolf. En dan de tweede is Brian Blessed. Heel bekende man uit Flash Gordon en die heeft met Rowan Atkinson gespeeld, dus de Engelse verteller. The story of Peter and the Wolf. Let me take you into the forest. It's not far. Listen. Brian Blessed is echt hier een ster. Ik heb hem hier eventjes ontmoet. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Hello. Hello. Nice to meet you. It's a very nice performance. No, thank you very much. En dat was wel fijn. Ik vroeg hem enkele tips. Op wat ik moest letten als verteller en heeft mij de tip meegegeven 1. Om niet te veel in het licht te kijken, omdat dat
zou kunnen afleiden en twee om genoeg water te drinken. For an actor, it's a tremendous test to mix with the dancers who are absolutely wonderful. The dancers in the circus, absolutely nulli secundi, they're second to none. But to work with them and the orchestra at speed, it's very fast, the first half. You've got to have, you know, eyes in the back of your head. So I didn't sign my contract yet, so I'm going to think about it. Are you going to think about it? Oh, are you the narrator? Yes, yes. Oh, I didn't know! Yes, of course. Yes, oh, yes. I see, just stand there. Stand there. Je voelt onmiddellijk dat die mens is ondertussen 75 jaar. En hij doet dat heel gedragen en zeer traditioneel. Maar ik ga hem in ieder geval niet imiteren. Dat zou een beetje raar zijn. Maar ja, ik ga vanaf nu op zoek naar de juiste toon. En ik denk wel dat het iets meer, dat de voorstelling iets meer rock and roll kan verdragen. Of dat er meer humor in zit dan nu het geval is. Oké, thanks for meeting you. Yeah, absolutely. It was a nice performance. What are you doing there? Sorry. What's going on? Oh no, very good, very good. He seems sharp. Yeah, yeah, yeah. He looks dim. He looks dim, but he's not. Congratulations. You'll be ready. Ja, je hebt de keuze met Kerstmis tussen Gert en zijn hond, zeg maar. Maar nu, dit jaar, is er ook Peter en de Wolf. Dus wat dat betreft, kom massaal kijken naar de Stadsschouwburg. Je gaat er geen spijt van. En daar is de voorstelling te zien vanaf 26 december.